De lat wordt hoog gelegd voor de verdere ontwikkeling van het inheemse dorp Powakka door het nieuwe dorpsbestuur onder leiding van kapitein Sergio Sabayo. Sabayo zegt dat er met diverse stakeholders van het gebied gewerkt zal worden aan de ontwikkeling van het dorp. Ook geniet het onderwijsproces hoge prioriteit bij het nieuwe bestuur. Wij geloven dat middels educatie onze jeugd willen kaders maken. En willen onze eigen doktoren hebben, onze eigen advocaten hebben. Alles. Dus die richting kan ik op. En middels educatie we hebben geloof in dat onze dorp naar hogere hoogte kan brengen. Dan heb je ook de ondernemerschap. Die willen weten dat onze cultuur niet echt de ondernemerschap bekend is, maar willen onze mensen die zo bezig in het landbouw, in het toerisme, daarin willen we echt wat voor hen betekenen. Die mindshift maken dat je ondernemer bent en de training ook geven dat ze ook hun business kunnen draaien. Dat we uiteindelijk ook onafhankelijk kunnen zijn. Begrijpt u dat we kunnen verdienen en als jij verdient met je zaak of de onderneming, dat anderen ook ermee verdienen. En daar heb ik geloof in dat we niet elke keer naar land kunnen gaan, lang aan. Hey, ik heb dit nodig. Misschien 1 of 2, maar derde keer dit moeten we al op ons voeten staan. Sabayo geeft aan dat veel mensen terugkeren naar het dorp vanwege de situatie in het land. In dat kader is het dorpsbestuur bezig met een registratie van wie er allemaal woont in Powakka en wie zich er wil vestigen. Op het moment dat je zich vestigt op een of andere manier in het dorp, moet je zich aanmelden bij het bestuur. Het bestuur weet wie er allemaal is. En toevallig zijn er mensen die terug zijn gekomen. En stellen het op prijs dat ik zich heb gemeld. Want dan, we zijn ook bezig. Ook, we krijgen elke dag calls van mensen, het leven is hard, ze kunnen het huurhuis niet meer betalen, ze willen terugkomen. En ik zeg van luister nou, we moeten ook onze woonkernen gaan ontdekken. We zijn bezig onze woonkernen, we willen nieuwe woonkernen maken en uiteindelijk daar willen we de mensen plaatsen. Maar uiteindelijk moeten we ook weten, voordat we zo'n stap nemen, moeten we ook weten wie allemaal in ons dorp zijn, want we weten niet iedereen. Iedereen heeft gemeld, we zien mensen gewoon, we kennen ze niet en we zijn. Zulke mensen die ook probleem voor ons dorp storten. Ja, klopt. Dus we zijn bezig met de inventarisatie van registratie van onze mensen. En als we dat allemaal onder controle hebben, dan kunnen we nieuwe mensen binnennemen. Kapitein Sergio Sabayo zegt dat de ontwikkeling samen met de dorpsgemeenschap ter hand genomen zal worden.